Ja, het moment dat je daar dan zit en dat de koning dan binnenkomt. Breda nu. Je weet het meteen! Koning Willem-Alexander opende op vrijdagmiddag 14 september het nieuwe gerechtsgebouw in Breda. Het nieuwe gerechtsgebouw huisvest de Raad voor de Kinderbescherming. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. en de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De koning onthulde het beeld van Vrouwen Justitia. Symbool voor de onafhankelijkheid van de rechtspraak, onder toeziend oog van de pers die in grote getalen aanwezig waren. De opening stond in het teken van het thema Opvoeding van de Jeugd in de Rechtsstaat. Na de onthulling woonde de koning de eerste zitting bij in het officieel geopende gerechtsgebouw. Een nagespeelde kinderzitting door leerlingen van de tweede klas van het stedelijk gymnasium uit Breda. Hoe vond u het gaan? Hoe vond u dat uw leerlingen het hebben gedaan? Ja, echt heel goed. Ik ben super trots op ze. Want um, ja, je oefent natuurlijk een hele tijd en dan spreek je gaandeweg, dat oefenproces spreek je een aantal dingen af. En je hoopt dat ze die in de zenuwen niet vergeten. En uh, nou, dat zijn hele coole kikkers gebleken. Want ze hebben echt alles keurig uh, gedaan en ook zelf goed ingesprongen op als er iets anders ging of als er gelachen werd. Want daar kun je natuurlijk niet mee oefenen. En daar ging ze heel goed mee om. Dus ik ben echt heel trots. Was het spannend? Om Te spelen voor de koning. Ja, want ik zat ook naast de koning en ik durfde nauwelijks naar rechts te kijken. Dus ja, dat vond ik wel spannend. En heeft de koning of de burgemeester, heeft hij achteraf nog iets gezegd tegen jullie? Um, nou, de koning vond het wel heel leuk, uh, zei hij. En uh, hij bood me al een baan aan bij de rechtbank. Dus mm -hmm. <laughs> dat was wel heel grappig. Heb je de avond ervoor wel kunnen slapen? ja dat wel ja ik was de avond van tevoren als ik nog niet zenuwachtig was pas een uur van tevoren ja. wat voor zenuwen voelde je dan ja eerst was het nog wel te doen zeg maar maar daarna was het wel heel veel ja het moment dat je daar dan zit en dat de koning dan binnenkomt dat is wel heel spannend maar ja dat was wel het gaafste breda nu je weet het meteen